Ja. De eerste keer Vrienden van Amstel. Wat voel je ervan? Ik voel me ingewijd. Ik voel me ontvoerd. Ik had verwacht dat ik bierdouches kreeg. Nee, maar ik vind het top. Gewoon even eerlijk, los van het superleuk is 14 dagen. Het is heel veel, toch? Ja, het is bijna. Veel. Hoe heb jij dat volgehouden? Nou, het is bijna te veel van het goede, toch? Ja? En ja? Dat je echt moe bent. En toch denk ik nu, 14e dag, helemaal kapot, helemaal gesloopt, helemaal in de tering. Jammer, ik ga het echt missen. Echt missen. Gaaf man. Goed je, dat je erbij was man. Lieve mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Zoals jullie zien sta ik nog steeds bij Ahoy in Rotterdam. De Vrienden van Amstel Live is nog steeds in volle gang. Er is trouwens ook een nieuw evenement aangekondigd, ook wel leuk. Dat heet Vliegende Vrienden van Amstel Live. En het zal in Amsterdam, Eindhoven en Zwolle plaatsvinden. Daar gaan we dus met helikopters naar drie verschillende festivals. Het is al bijna uitverkocht. Misschien als deze op YouTube staat is het al uitverkocht. Het is op 15 september 2018, check dat. Gewoon even tussendoor. Maar goed, Vrienden van Amstel Live dus. Je hebt misschien foto's gezien op social media, al heel veel erover gehoord op de radio en gezien op tv. Misschien is een backstage rondleiding wel even. Hele belangrijke plek. Heb ik jullie alles eerder laten zien, denk ik. De bar. Ook waanzinnig belangrijk is de pingpongtafel. DJ Booth, waar ook Armin een van de avonden al heeft gedraaid. Game room. En dan zijn we al bij de backstage. Naast bier wordt er ook koffie gedronken, gelukkig. En als je de trap op gaat, dan kom je op de voor mij belangrijkste plek. Dat is de catering. Er is nu nog geen eten. En hier op de gang is altijd een soort hangout van artiesten. Kijk eens, daar is hij. Ben jij tegenwoordig ook je eigen geluidsman en zo? Ja, eigen geluidsman, eigen camera. Niet te geloven. Cameraman. Is dit live? Is dit live? Dit is jij inderdaad, ja. Je bent nu live op YouTube. We zitten hier in de wedstrijd, jongens. We zijn nu over de helft. We zitten nog redelijk goed in de wedstrijd. Ja? Alleen, ik merk wel een klein raspy dingetje. Aha. Maar heerlijk. Zingen we er weer vanaf. Lekker randje. Ja. Hoop jij dat, Ilo? Want jij zingt ook wel pittige partijen zo. Ik moet zeggen dat het best wel goed gaat tot nu toe. Vorige keer dat we meededen, was dit de laatste show. Ja, man. Oh. Ja, joh. Maar je stelt je er wel op in, heb ik gewoon een beetje het gevoel. Dat je gewoon, je weet het worden de 14, dus dan... Ja, ik... Dat klopt. Nee, je doet gewoon iets mentaal wel, maar mijn lijf zegt toch wel een soort van hey, kan wel niet weer. Te veel bier bijvoorbeeld. Ja. Maar wat het is, de lucht hier droog, is super ongezond. Ja. Je voelt gewoon dat er overal ziektes baseren. Ja, dat helemaal ik. Het is niet alleen zingen wat de klok slaat hier in Ahoy, maar we ontvangen af en toe ook media. We hebben andere activiteiten. Nu zijn we op weg naar... Een cameraploeg van Shownieuws in Ahoy Plaza, ander gedeelte van Ahoy, waar we een nieuw programma gaan aankondigen, dat heet Sing It. Dat wordt vanaf 22 april uitgezonden uit mijn hoofd, elke zondagavond 8:30. En je kan je daarvoor aanmelden als jij iemand wil verrassen, of je wil bedanken ergens voor, of wil iemand in de maling nemen, dan kun je ons proberen te benaderen. En dan gaan wij met jou aan de slag om dat in de vorm van een liedje te doen. Als je wilt iets zeggen tegen iemand, maar je kan het niet zeggen, zing het dan, dat is het motto. En dan gaan wij op zoek naar een hele mooie melodie. Dan gaan we een tekst opmaken. Het kan ook zijn met een andere artiest. Dus als je bijvoorbeeld enorm fan bent van Marco Borsato, André Hazes, Guus Meeuwis, kunnen we ook proberen die artiesten te benaderen of die dat willen doen met jou. En een nummer voor diegene maken en zingen als je dat kan. En als je dat niet goed kan, dan helpen wij erbij. Dat is een beetje in de notendop een programma-idee. En dat gaan we nu aankondigen. Sing It is een programma waarbij het motto is, als je het niet kan zeggen, zing het dan. En ja, ik ben gewoon vooral heel benieuwd naar de verhalen die wij te horen krijgen. Wij hebben op bruiloften opgetreden in het verleden, ook soms op begrafenissen. En als onze muziek verweven raakt en hetgeen wat wij maken met die verhalen van die mensen, dat is het mooiste wat je kan meemaken als artiest. En dat gaan we dit programma dus beleven. Zo, het is aangekondigd, 22 april, elke zondagavond gaat het dus de lucht in het programma Sing It heet het. En je kan je aanmelden, hè. Nogmaals, nu gaan we weer snel terug naar de backstage van Ahoy. Als het goed is, staat iedereen en alles al klaar. Zoals jullie weten, Koen en Sander die zijn hier aan het uitzenden. Dat zijn ze nog steeds aan het doen. Het is zo de bedoeling dat wij met Paul de Leeuw Vlieg met me mee naar de regenboog gaan doen. Een nummer wat we ook in de show opvoeren elke avond. Werd ons gevraagd of we dat ook bij Koen en Sander tegen horen wilden brengen. En daar staan Paul en Simon al. Dus we gaan hem zo doen. Wel
de inwendige mensen moet worden gedacht. Hij is vriend van Amstel. Dus zijn we met wat vrienden van Amstel naar restaurant Las Palmas van Helmen en Rijker. Om even te lunchen. Hey Nick. Hey jongens. Het is ook alles behalve een handig vlogcameraatje dit. Pas je op je rug met dat ding. Of ben je aan het bellen? Oh, je bent aan het filmen, Jezus. Kijk, dit is dan... Ik denk, nee, dat is allemaal niet bruikbaar. Zo met mijn vinger erin. Kijk, hier heb je dus dit. Ik wissel wel om, want zo ben ik ook alweer. Zo, omgewisseld. Dat wij samen de portschool zitten. Ja, we hebben een portschool opgericht inderdaad. Ja. Heel één klein glaasje port voordat het begint eigenlijk. Ja. Dat is geheim. En dan klik je dus zo na 14 avonden vrienden van Amstel. Ja, weet je, het is 14 avonden vrienden van Amstel, 14 flessen port. En we zijn er. Kijk, maar vaak dat dus. Mooi. Maar laat het geen reclame zijn, hè, voor de jonge kijkers. Nee. Oh, doe niet. Niet doen. En het is alweer de laatste avond van Vrienden van Amstel Live. Het is aan ons voorbij gevlogen. Een en na het andere hoogtepunt volgde zich op. Maar het allermooiste komt er eind. En dat is nu. En het voelt best een beetje gek. Want ja, nu staat heel Ahoy bijna vol. Het is aan het binnenstromen. En morgen, straks vannacht dus, beginnen ze al met het afbreken. En zal dit alles in het niets gaan verdwijnen. En kijken we terug op een fantastische reeks, fantastische rit. Maar nu is nog van deze afscheid. Eerste keer Vrienden van Amstel. Wat vond je ervan? Ik voel me ingewijd. Ik voel me ontvoerd. Ik had verwacht dat ik vier douches kreeg. Nee, maar ik vind het top. Gewoon even eerlijk, los van het superleuk is, 14 dagen is heel veel, toch? Ja, het is bijna. Veel. Hoe heb jij dat volgehouden? Nou, het is bijna te veel van het goede, toch? Ja? En ja? Dat je echt moe bent. En toch denk ik nu, 14e dag, helemaal kapot, helemaal gesloopt, helemaal in de tering. Jammer, ik ga het echt missen. Echt gaaf, man. Goed je dat je erbij was, man. Als je wil abonneren, druk dan op de knop. Abonneren, logisch. Tot volgende week, hoi!